kabinet heeft opnieuw een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om het coronavirus zo goed mogelijk te bestrijden. En die liegen er niet om. Dat zijn echt stevige maatregelen. Verjaardagen kunnen niet meer gevierd worden. Evenementen zijn afgelast. Met elkaar voetballen op een speelveldje kan niet meer. Als burgemeester moet ik erop toezien dat u die maatregelen ook allemaal na gaat leven. Als u dat niet doet, dan moet ik daar ook streng tegen optreden. Het is dus ook een beetje aan u of dat de winkels open kunnen blijven. Of dat we kunnen blijven genieten van een stukje fietsen in het Bentwoud, of een rondje om de Zegerplas, of in de openbare ruimte nog eens even lekker een luchtje kunnen scheppen. Als u zich niet houdt aan de maatregelen die nu van kracht zijn, dan betekent dat dat ik misschien winkels moet sluiten. Dat de weekmarkten onder druk komen te staan. Dat er bepaalde delen van de openbare ruimte niet meer gebruikt mogen gaan worden. Of dat u een boete krijgt als u zich niet houdt aan het samenscholingsverbod en dus met meer dan 3 mensen toch bij elkaar komt. Mijn uitnodiging is, laten we samen de schouders eronder zetten. Houdt u zich aan de maatregelen, dan hoeven we niet nog ingrijpender, ingewikkelde keuzes met elkaar te maken. Alsjeblieft, doet u datgene wat goed is voor ons allemaal om het coronavirus zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk te bestrijden.